De heer W. Sanders is gelijk de meeste mensen heel eenvoudig begonnen. Zijn schooljaren bracht hij onopgemerkt door. Natuurlijk zagen zijn makkertjes wel dat hij een kloek ontwikkeld knaapje was en dat hij tijdens de lichamelijke oefeningen zijn vogelnestjes gezwinder maakte dan zijn klasgenoten. Maar iets bijzonders bemerkte ze niet in hem. Ten meer dat zijn cijfers voor de andere vakken beduidend lager waren. Maar toen er zijn vriendje, Piet Rienkema, schertsenderwijs op de schouder sloeg en het jongetje hierna als een blok op het wegdek bleef liggen en eerst 2 maanden later het gebruik zijner ledematen volledig had teruggewonnen, toen begreep de manager F. Holman dat het tijd werd in te grijpen. Hij nam de inmiddels 16 jaar geworden knaap onder zijn hoede en leidde hem op voor de ring. Een jaar later kwam hij uit tegen de heer L. Vlasbol, plaatselijk kampioen van Coevorden, en werd door deze in de eerste ronde reeds platgeslagen. Toen ontwaakte in W. Sanders de eerzucht. Hij begon zijn voet- en heupwerk te verzorgen. Hij versterkte zijn rechtse, zonder zijn reeds geduchte linkse te verwaarlozen. Hij vergrootte zijn incasseringsvermogen en legde zich toe op het dribbelen van dichtbij. Een jaar later werd hij door de heer P. Rombouts, Velocitas, in de 3e ronde gevloerd en door de scheidsrechter uitgedeeld. Toen begreep W. Sanders dat er aangepakt moest worden. Hij rookte niet, hij dronk niet, hij deed niets meer wat andere mensen wel doen. Hij ging om 8:15 en zondags om 9:10 naar bed en voedde zich met havervlokken en zetmeelhoudende bestanddelen. Ook begon hij aandacht te wijden aan de versterking van het middenrif en de uitbouw van het kuitwerk. En zie, de gevolgen bleven niet uit. Reeds de dinsdag daarop versloeg hij de heer D. Spelt, ontembare dik uit Wormerveer. De heer Spelt trad daarna niet meer op. 2 dagen later beukte hij de heer Duifhuis gulpen tegen de touwen. Zijn toestand is bevredigend. Onmiddellijk hierna verpletterde hij de heer Mollema, IJzeren Hein uit Zandvoort. Het was op deze wedstrijd dat Sanders zijn bijnaam kreeg. De tijger van Medemblik. Wij behoeven de zegevierende opgang van W. Sanders niet verder te schetsen. Hoe hij eerst kampioen werd van Noord-Holland en daarna van het Koninkrijk zelf. Hoe kort hierop het continent van Europa aan zijn voeten lag. Dit is alles in de sportbladen genoegzaam beschreven. Wij vermelden slechts de treffende bijzonderheid dat zowel in New York als ook in Praag en Kaapstad zijn tegenstanders door de loutere aanblik zijner verschijning vanzelf op de grond gingen liggen. Hetgeen de wedstrijd aanzienlijk vereenvoudigde. Deze gigantische persoonlijkheid nu wist ik over te halen tot een persoonlijk onderhoud. Ten bewijze hoe menselijke grootheid volstrekt geen beletsel behoeft te vormen voor een kinderlijk gemoed en een diepe eenvoud des harten, deel ik hiermede dat de heer Sanders door de telefoon te kennen gaf zelf voor eventjes langs te komen. Dit bericht vervulde mij met enige zorg. Nauwelijks had ik tijd om de breekbaarste meubelen uit mijn studeervertrek te verwijderen en een der stoelen met moerbouten te versterken, toen reeds de bel overging. Ik was te laat om hem open te doen. Hij stond al voor me. Met de deur in zijn handen. Een grapje, zei hij. Hoe gaat het? Ik kromp ineen onder zijn handdruk. En, meneer Sanders, vroeg ik, hoe verklaart u uw succes? Doorslaan tot het afgelopen is. En dan punt 2, spieren. Hij nam voorzichtig mijn hand tussen duim en wijsvinger en legde deze op de biceps van zijn rechterarm. Nu gaan we zwellen. Daar gaan we dan. Mijn hand rees 2 decimeter naar de zoldering. Zetmeel en eiwitstoffen. Hecht u veel aan die piano? Nee, ik speel niet. De heer Sanders hief de vlakke hand omhoog en sloeg het instrument in 2 zuivere helften doormidden. Koolhydraten en plantaardige vetten. En dan natuurlijk dribbelen. Om bijvoorbeeld dit te doen, hij brak de leuning van mijn stoel af. Is minder vereist dan de mensen wel denken. Het volgende dat ik u zal laten zien is interessanter. Hij liep op een eikenhouten kast toe en wierp deze uit het raam. Dit alles is een zaak van oefening en doorzetten. Het is niet zozeer een kwestie van fysiek als wel van moreel. En blijven denken. Hartelijk dank. Mag ik u nu namens de luisteraars verzoeken enkele stoten te demonstreren? Met genoegen. Gaat u daar even staan. Wees u niet bang, er gebeurt u niets. Ik zal u een uppercut laten zien. Vanuit de linkerschouder. Blijft u rustig, ik doe het zo voorzichtig mogelijk. Kijk. De linkerarm beweegt zich boogvormig achterwaarts. Het lichaam helt iets naar voren. Dan een snelle uithaal en...